Catherine Keijo heeft onlangs openhartig gesproken over de moeilijke periode die ze doormaakt als gevolg van een verkeerde diagnose van haar hernia. Dit incident heeft geleid tot een aanzienlijke daling van haar inkomsten, aangezien ze hierdoor niet in staat was om in de media te verschijnen. Ze deelde haar ervaringen in een gesprek met het Weekblad Weekend. Keijo's gezondheidsproblemen begonnen eind vorig jaar en hebben haar gedwongen langdurig thuis te blijven. De misdiagnose resulteerde in een verlegd ziekbed wat niet alleen haar gezondheid, maar ook haar financiële situatie beïnvloedde. Door haar afwezigheid in de media kon ze niet werken, waardoor ze aanzienlijke inkomsten misliep. Hoewel ze het exacte bedrag niet wilde onthullen, gaf ze toe dat het om een aanzienlijk bedrag ging. De situatie werd verergerd doordat geplande vakanties naar Zuid-Afrika en Japan niet door konden gaan. Catherine had voor deze reizen geen annuleringsverzekering afgesloten, wat betekende dat ze de kosten niet vergoed kreeg. Als gevolg daarvan kan ze deze reizen niet meer maken, omdat ze niet langer over het benodigde geld beschikt. Gelukkig voor Catherine lijkt het erop dat haar carrière nu weer op de rails is. Ze vertelde dat ze recentelijk voor 7 tv-programma's is gevraagd in een tijdsbestek van slechts 14 dagen. Dit is een welkome verandering na haar financiële tegenslagen. Ondanks haar pensioen benadrukt ze dat ze nog steeds moet werken voor extra inkomsten om comfortabel te kunnen leven. Ze uitte haar frustratie over het geld dat ze verloor tijdens haar ziekbed, maar benadrukt dat ze nu weer vooruitkijkt. Op een luchtigere noot sprak Catherine ook nog over de datingsuccessen van Sylvie Meis. Ze uitte haar verbazing en een vleugje jaloezie over hoe Sylvie steeds weer aantrekkelijke mannen weet te vinden, of bedoelt Catherine mannen met veel geld.